Aan de hand van een bericht op de COVID-19-website, al zou de directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid, Danielle Feira, 2 weken in quarantaine zijn geweest, was er enige verwarring ontstaan. Op de persconferentie is gevraagd hoe het komt dat Feira, die op 25 maart in zelfquarantaine is gegaan, na nog geen 14 dagen eruit kon. De directeur van Volksgezondheid, Cleopatra Jesrun, haalde aan dat Feira na de incubatieperiode van 14 dagen weer uit de zelfquarantaine kon. De meeste mensen die besmet zijn geraakt, hebben tussen de 5 en 7 dagen klachten gekregen. 14 dagen is het maximale dat globaal wordt gehanteerd voor de incubatietijd. Dat wil dus zeggen, als iemand besmet met een besmet persoon contact heeft gehad op bijvoorbeeld 17 maart, dan is het moment van contact het moment van mogelijke besmetting. Dan wordt die persoon in quarantaine geplaatst. Dan beginnen de dagen te tellen vanaf 17. Zijn we al op datum 24 en we krijgen dan die positieve case. En we identificeren de contactpersonen, zoals in dit geval ook bij directeur Feira is geweest, bleek dat zij contact met de persoon had gehad op 17 maart. Dat wil dus zeggen dat 17 maart het moment kon zijn geweest dat zij mogelijk besmet zou kunnen zijn. Omdat ze geen klachten had, is zij in quarantaine geplaatst. En dat gebeurt ook met alle andere contactpersonen. Ze is toen in quarantaine geplaatst op een later tijdstip, omdat op een later tijdstip het pas bekend was dat het positief was. Dat de meneer positief was. Dat wil zeggen, 17 moet je optellen, de 14 dagen. En pas op de 15e dag vindt de exit screening plaats. Feira haalde verder aan dat het geen zins de bedoeling was het volk voor de gek te houden. Volgens haar was er inderdaad een fout in de berichtgeving op de website, maar dat hoefde er niet toe te leiden dat men aan haar integriteit kwam. Denkt u echt dat deze mevrouw zo dom zou zijn om op straat te komen terwijl ze elke dag heeft gesproken over mensen blijf binnen? Dat zou een kardinale fout zijn van deze mevrouw. En dan denk ik dat ik dan nu kom en ik praat erover en het wordt uitgelegd. En het is dan nog steeds, we want to make a case that we make a mistake. Dan goed, we hebben een fout gemaakt. We hebben een fout gemaakt met informatie op de site. Maar de echte informatie is dat vanaf dag 17 maart, toen deze mevrouw in contact is geweest met een persoon, case 8... en het bekend was 23 maart, deze mevrouw vanaf dat moment in quarantaine is gegaan. Danielle Feira, directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid. Zij sprak gisteren op de dagelijkse persconferentie van de overheid. Ze benadrukte dat het managementteam zich aan de regels houdt en roept een ieder op dat ook te doen.